Voordat ik to the point ga, eerst een leuk verhaaltje over poep. Leuk voor bij deze foto's in beeld. Jongelui googelen gewoon op poep of zo. Want ja, binnen de kortste keren was mijn video met het liedje Hondenpoep 19.000 keer bekeken. Dus jongelui moeten gewoon op poep googelen of zo. Dan verder. Op pinajones.net kun je het volgende nalezen. Trouwens, sorry voor de neusgeluidjes ook bij de vorige clip. De movie part 1 van voordrachten van Erwina H. alias Pina en Jones. De movie part 1. Dus sorry voor de neusgeluidjes, maar ik ben dus verkouden. En dan nu het verhaaltje wat je gelijk vindt op de homepagina. Zo heet het geloof ik. De voorkant van je site heet geloof ik de homepagina. Ik weet niet precies. En dan kijk je dus. Je zoekt op pinajones.net als je het volgende wilt nalezen. Wat ik ga voordragen. Wat ik daar opgeschreven heb. En dan zie je dus staan anekdoten over Boudewijn Bug. Leuke anekdoten. In de 90's schreef ik Boudewijn Bug vaak aan. Op een gegeven moment had ik roze postpapier met mijn foto en adres erop gedrukt. Ik typte toen eens in die 19's een brief op dat roze papier en spoot er toen Ode Toilet op. En stuurde die naar de VARA ter attentie van Boudewijn Buff, tussen haakjes. Dat Buff was een geintje van me en de naam van zijn reisprogramma en tot slot ook nog de vermelding persoonlijk in de linkerbovenhoek van de envelop. Wie schetst mijn verbazing als een week later in Bouts column in de Nieuwe Revue staat: de tijd van roze, geparfumeerde liefdesbrieven is helaas vergaan. Volgens Eva Rovers, schrijfster van een boek over verzameld leven of verzameld werk van Boudewijn Bug. Volgens Eva Rovers kon ik dat wel als een antwoord van hem opvatten, omdat hij best wel zo was. Leuk hè? Tot zover deze anekdote. Verder over Boudewijn. Toen ik naar de Bijenkorf ging in 1991, waar Bout signeerde, signeerde hij het boek Tikania. En toen ik het opensloeg, zag ik ergens middenin dat er Tikania stond. Terwijl ik op een vriendin wachtte, daar, die ook een boek liet signeren, sprak ik dat dus uit, die naam van het boek, zoals het middenin stond waar ik het opensloeg, met die streepjes op de twee i's. En Bout keek even op van het signeren. Dat is de juiste uitspraak, zei hij. Ja, dat zie ik, zei ik terug. Erwina alias Pina Jones alias Miss Buff. Hoe kom ik aan Miss Buff? Nou, het zit zo. Boudewijn Bug was gek van Keuthe. Keuthe was gek van Charlotte Buff. In de tijd dat Boudewijn nog leefde, schreef ik hem vaak aan en schreef op de enveloppe dan Boudewijn Buff, omdat hij zo gek was van Keuthe. Charlotte was dus ook gek van Keuthe, dus was Boudewijn ook een beetje Charlotte Buff, tussen haakjes in mijn fantasiewereld van toen dan. Dus noemde ik hem Boudewijn Buff en omdat ik weer gek was van Boudewijn, noemde ik mij dan Miss Buff, vandaar die bijnaam. Een beetje onzin allemaal natuurlijk, maar het verhaaltje is wel leuk. Ik droom vaak dat Boudewijn Bug nog leeft. Steeds dezelfde droom. Hij heeft dan zijn dood geëscaneerd, in scène gezet en leeft in een grot omdat hij moeite heeft met zijn beroemdheid. Dat heeft hij wel eens bij Barend en Van Dorp gezegd, dat hij moeite met zijn bekendheid had. Daarom verstopt hij zich
in een grot in mijn droom. En in mijn droom vind ik hem dan en is hij uiteindelijk toch wel weer blij dat hij een mens, tussen haakjes ik, ziet. Op het moment dat ik besef dat ik dan heel dichtbij Boudewijn sta en alles aan hem kan vragen wat ik wil, dus of ik met hem op de foto zou mogen, wat mijn liefste wens was, dan wordt op dat moment dat ik dat besef, word ik wakker. Kijk zelf ook op Bina Jones om deze anekdote na te lezen. Zie ook omschrijving, clip.